Paarden ronden de rechterbocht, gaan op weg naar de rechterlijn overzijde. En dan zijn ze al bijna halverwege de Jonkerprijs. De leiding daar nog altijd voor Lucas. Lucas, Lincoln Transair, Love You Too gaat nu de PD-brigade te lijf, ligt nu derde. De vierde plaats daarachter is voor Lions Wish. De tempo blijft onveranderd hoog, 15-9. De eerste kilometer gaat 14-7. Paard op weg naar de laatste bocht. En nu gaat Lucas er zelfs vandoor. Lucas slaat een gaatje. Love You Too gaat naar de tweede plaats. En op dit moment heeft Lincoln Transair het moeilijk. Loopt Bianco naar plaats 3. En daar komt ook Lions Wish aan. Ook die heeft nog weinig gedaan. En ze zijn halverwege de Tjarda-bocht. Daarachter volgt dan nog Leetha Boko en Let It Be Still. Paard in de laatste rechte lijn. Tommy Koorman roept al een keer hey. En daar gaat Lucas nog een stukje harder van. Lucas slaat een nog groter gat. En die ligt nu een lengte of 7-8 voor Love You Too. En de buitenkant komt Lions Wish sterk naar voren samen met Lord Bianco. Maar het wordt helemaal alleen Lucas. Lucas, laatste 500 meter in 1:13.5. En er komt een eindtijd aan in de buurt van 1:14.3. Tweede wordt aan de buitenkant Lions Wish. PD 1 en 2. En derde is Love You Too. Vierde Lord Bianco. Tijd voor de winnaar. 14-4. Een duim van Tom Kooijman voor de ongetwijfeld vele kijkers die we thuis hebben. Wilma staat al te popelen om de Bos Bloemen te overhandigen. Tom, gefeliciteerd. Ja, ik ga zo dadelijk naar de trainer, maar eerst maar eens jouw bevindingen. Want de trainer had al aangegeven, hou Lucas maar in de gaten. Kan jij nou even uitleggen wat maakt dat Lucas vandaag eigenlijk de winnaar was? Nou, Lucas is een quiet easy, die zijn wat driftig. Nou, we hebben twee keer lekker rustig meegereden en hem goed af laten komen. Bas, de derde keer gaan we gewoon rijden, maar dan doen we een ander hoofdstelletje aan, dan is hij wat feller en dan neem jij de kop en dan zien ze niet meer terug. Nou ja, je hebt hem, hij zegt het. En jij voert het uit om en hij vloog me ook naar de kop? Ja, nou, dat ging eigenlijk allemaal nog even rustig, want je wil geen risico nemen. Je wil ook nog dravend door in de rond te komen, maar het laatste 800 meter was geweldig hoor. Ja. Bas, ik kom er even bij, de winnende trainer. Ja, het is niet zo dat jullie hier een geheim van hebben gemaakt. Nee. Ik riep de laatste 14 dagen al. Ik zeg, Lucas verbetert zo hard nadat ik hem half dicht hoofdslot aangedaan. Niet te geloven. Je eerste reactie naar Groningen, Lions Wish, verreweg de beste. Moet je die bijstemmen? Nou, enorm veel speed. Je ziet dan waar ik vandaan kom. Hè. Ik moet helemaal terug naar de laatste plaats en ik vlieg naar huis. Maar ja, die Lucas die had enorm veel vermogen en Lion had enorm veel fijne speed, zo 200 meter. En Lincoln moet zijn dag niet hebben gehad, die was te vroeg leeg. Ja. Dennis zei, maakte lawaai, dus die zal een keelontsteking hebben. Tom, Jonkerprijs, graaf eens even in je geheugen. Geen idee, nog nooit. Nee, hè? Denk het niet. Een mooie dag weer dan. Ja, het zijn allemaal mooie dagen. Ik geniet mijn gerot en Bas ook, dus we hebben het nog zien. Fijn dat jullie elkaar zo gevonden hebben, jongens. Ja, mooi kan het niet in deze tijd, toch? Dat wou ik zeggen. Tom Kooijman, Bas Krebas, gouden koppel in deze Jonkerprijs L. Gevallen. Alle paarden goed weg en in het midden van de baan Lord Bianco ook goed begonnen. Er zijn ook wat PD-paarden die goed beginnen. Sterker nog, ze beginnen alle drie hard. En aan de buitenzijde gaat nu aan de leiding Tom Kooijman met Lucas. Lucas neemt de kop. Eén deelnemer gaat nu wel van de benen in de start van het veld. En dat is Louis Monami. Uitgeschakeld, nummer 2. Die raakt achterop en die is nu ook uitgeschakeld. En de paarden komen de rechte lijn voor de tribune in met PD op de plaatsen 1, 2 en 3. Paarden komen de rechte lijn voor de tribune. Tom Kooijman leidt met Lucas. Lucas die wordt dan gevolgd door Dennis Minema met Lincoln Transair. En daarachter is het Lions Wish. Dat zijn de eerste drie. En de opening voor de drie PD-paarden 13-5. Daarachter ligt aan de reling Lord Bianco. Die wou naar buiten, maar dat ging niet. Want daar kwam net Love You Too aan. En die is onderweg naar voren. En daarachteraan gaat mee de trainingsgenoot van Lord Bianco. En dat is Let It Be Still. Hekkensluiter op dit moment Leetha Boko. Paarden ronden de rechterbocht, gaan op weg naar de rechterlijn overzijde. En dan zijn ze al bijna halverwege de Jonkerprijs. En de leiding daar nog altijd voor Lucas. Lucas, Lincoln Transair, Love You Too gaat nu de PD-brigade te lijf, ligt nu derde. En de vierde plaats daarachter is voor Lions Wish. De tempo blijft onveranderd hoog, 15-9. De eerste kilometer gaat 14-7.
Paard op weg naar de laatste bocht. En nu gaat Lucas er zelfs vandoor. Lucas slaat een gaatje. Love You Too gaat naar de tweede plaats. En op dit moment heeft Lincoln Transerend moeilijk. Loopt Bianco naar plaats 3. En daar komt ook Lion's Wish aan. Ook die heeft nog weinig gedaan. En ze zijn halverwege de Tjarda-bocht. Daarachter volgt dan nog Leedha Boko en Let It Be Still. Paard in de laatste rechte lijn. Tommy Kooijman roept al een keer hey. En daar gaat Lucas nog een stukje harder van. Lucas slaat een nog groter gat. En die ligt nu een lengte of 7-8 voor Love You Too. Aan de buitenkant komt Lion's Wish sterk naar voren samen met Lord Bianco. Maar het wordt helemaal alleen Lucas. Lucas, laatste 500 meter in 1:13.5. En er komt een eindtijd aan in de buurt van 1:14.3. Tweede wordt aan de buitenkant Lion's Wish. PD 1 en 2. En derde is Love You Too. Vierde Lord Bianco. Tijd voor de winnaar. 14-4.